Yo, welkom bij Geld op Geld. Het is weer tijd voor een portfolio update. Sinds mijn vorige portfolio update van een paar weken geleden is de beurs toch echt wel flink gestegen. En ik heb ook een aantal dingen veranderd. Ik heb twee posities gesloten. En ik heb ook het een en ander bij zitten te kopen. Dus het van alles te bespreken, laten we gewoon beginnen. Hier is hij dan weer, mijn portfolio. Op dit moment een portefeuille van 84.128 euro ongeveer. Vandaag een mooie plus, plus 1,62% plus 1350 euro ongeveer. In totaal nog wel een min. Een min van ongeveer 740 euro. Twee weken geleden, tijdens mijn vorige portfolio-update, stond ik ongeveer 5000 euro in de min. Dus nu nog steeds wel een min, maar in ieder geval een heel stuk minder dan een paar weken geleden. En ja, nog een dag als vandaag. En ik sta weer in de plus. Maar goed, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Laten we eerst even beginnen met mijn transacties van de afgelopen paar weken. En vervolgens mijn ja, losse aandelen. Wat er gaan is met die aandelen. Wat ik voor plan ben om te doen. En dat soort dingen. Uh, nou, even beginnen met mijn transacties. Laten we even van beneden naar boven beginnen. Eerst Walgreens, Boots Alliance. Een plukje van verkocht, 30 stuks voor 39,89. In totaal 1165 euro. Uh, nog steeds heel veel vertrouwen in Walgreens. Ik denk nog steeds een heel mooi dividendaandeel. Mijn grootste dividendaandeel, nog steeds een hele grote positie. Uh, maar ik heb toch steeds minder vertrouwen in waarde- en dividendaandelen. En ja, ik denk dat groeiaandelen steeds interessanter worden, omdat groeiaandelen juist flink zijn gedaald. En ik weet dat heel veel mensen nu juist waarde- en dividendaandelen interessanter vinden, omdat ze minder zijn gedaald. Maar er zijn nu gewoon heel veel groeiaandelen die ongeveer zo gewaardeerd zijn als bepaalde zeg, waarde aandelen of dividendaandelen, Terwijl die groeiaandelen veel uh, meer potentie hebben. En als je het mij vraagt, klopt dat gewoon niet. Maar goed, hoe dan ook. Plukje van Walgreens verkocht en nou, verder Inmode verkocht. Mijn positie in Inmode ook gewoon gesloten. 30 stuks voor 35,8 in totaal 1044 euro. Uh, niet omdat ik geen vertrouwen meer heb in Inmode. Ik denk nog steeds echt een heel mooi aandeel, heel mooi bedrijf. Een lage waardering, groeien hard. Hoge marges. Prima gepositioneerd. Ga zo maar door. Maar ik heb Inmode niet zo heel lang. Ik had ook een vrij kleine positie in Inmode. Vrij laag gekocht ook. Zijn flink gestegen in een korte tijd. En ja, toch met een heel mooi rendement uh, verkocht. Mijn positie gesloten. En je kan eigenlijk wel zeggen dat ik mijn aandelen van Inmode heb geruild voor aandelen van Tesla. Ook echt heel veel vertrouwen in. Kom ik zo meteen nog even op terug. Verder mijn positie in Tattoo Chef gesloten. Het is eigenlijk één order die er in drie keer doorheen is gegaan. Um, en ja, eigenlijk ook wel jammer, want ik heb Tattoo Chef vrij lang vastgehouden. Het was op een gegeven moment zelfs één van mijn grootste posities. Ik had heel veel vertrouwen in Tattoo Chef, veel vertrouwen in het product. Ze kwamen in steeds meer supermarkten. Um, veel vertrouwen ook in die vegetarische producten. Ik denk dat er ook heel veel toekomst in zit. Uh, maar ze deden het al een aantal kwartalen slechter dan verwacht. En op een gegeven moment had ik gewoon mijn positie ongeveer gehalveerd... En achteraf gezien ben ik daar heel erg blij mee, want het aandeel staat nu ook gewoon een heel stuk lager. En nu komt Tatoochef weer met echt hele slechte kwartaalcijfers, en uiteindelijk toch besloten om een positie in Tatooche te sluiten. Nou, We kunnen even kijken naar die kwartaalcijfers. Het is eigenlijk het volgende: ze hadden een omzet gerapporteerd van 54,1 miljoen dollar, ten opzichte van 58 miljoen een jaar eerder. Analisten hadden zelfs meer dan 70 miljoen verwacht, dus ze hebben gewoon bijna 20 miljoen dollar minder, verwacht, eh, minder gedaan dan verwacht door analisten. Ook veel minder dan ze zelf hadden verwacht. Dus al bij al gewoon echt heel slecht wat betreft omzet. Maar ook wat betreft winst, of eigenlijk in dit geval verlies. Veel meer verlies gemaakt dan verwachte analisten. Ook veel meer verlies dan ze zelf hadden verwacht. En eigenlijk is dat de chef nu gewoon een groeiaandeel dat niet groeit. Ze kunnen natuurlijk nog steeds in de toekomst gaan groeien, maar ze groeien nu niet. Met hele lage marges. Staan er financieel gezien ook niet meer zo goed voor als zeg een jaar geleden, omdat ze gewoon zoveel verlies hebben gemaakt. En... Ja, ik ben er eigenlijk gewoon een beetje klaar mee, omdat ze het gewoon steeds slechter doen dan verwacht. En nu geeft de CEO ook aan: We are disappointed in our third quarter results. Nou, snap ik. Zijn ook echt heel erg slecht. But remain committed to making Tottenham chef a household name brand. Bla bla bla. Allemaal weer beloftes voor de lange termijn. En ik ben daar gewoon, zoals ik net al zei, een beetje klaar mee. Iedere keer weer beloftes, iedere keer weer verwachtingen. En ze doen het nu al heel veel kwartalen, gewoon veel slechter dan verwacht. En ja, ik heb gewoon mijn positie gesloten in Toto Chef... ...en ik denk dat er op dit moment gewoon betere deals beschikbaar zijn op de beurs. En je kan eigenlijk ook wel zeggen dat ik mijn aandelen van Toto Chef... ...heb gerald voor uh, aandelen van Tesla. Want Tesla heb ik twee keer gekocht. Vijf stuks voor 177,1 en zes stuks voor 170,1. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op terug als ik Tesla behandel. Maar hoe dan ook, gewoon heel erg veel vertrouwen in Tesla. Ik heb zelfs nog een order klaarstaan om zes stuks te kopen voor 165,1... ...mocht Tesla nog meer zakken... Helaas, gisteren net niet geraakt en Tesla is vandaag dan weer flink gestegen. Maar goed, dat uh, hoort er natuurlijk bij. Laten we even beginnen met die losse aandelen. Laten we even beginnen met Alibaba. Nou, Alibaba, nog steeds een vrij grote positie, ongeveer 5000 euro. Alibaba was gezakt tot ongeveer 60 dollar. Is nu weer wat gestegen, rond, uh, nou wat is het, 77,87 nu. Uh, verder niet zo heel veel uh, veranderd met Alibaba, als je het mij vraagt. Nog steeds een heel laag gewaardeerd aandeel. Nog steeds heel veel potentie, maar wel zijn China-risico's. Maar ik wil ze in ieder geval vasthouden. Dan hebben we Google, mijn één na grootste positie op dit moment, omdat Tesla mijn grootste positie is geworden. Uh, nog steeds eigenlijk evenveel vertrouwen in. Dan hebben we Amazon, uh, ook echt wel een flinke positie. 7800 euro in Amazon. Amazon heeft laatst bekendgemaakt dat ze 10.000 werknemers willen ontslaan. En dat klinkt als heel veel, maar Amazon heeft meer dan een miljoen werknemers, dus dat valt wel mee. En ik denk ook dat dit eigenlijk alleen maar goed is. Ik denk dat techbedrijven over het algemeen de afgelopen paar jaar te veel mensen hebben aangenomen. Niet alleen Amazon, maar ook Google en Meta en Microsoft en ga zo maar door. En we zien nu toch dat veel techbedrijven zijn begonnen met mensen ontslaan. Um, en ik denk nogmaals dat dat goed is. Uh, als je echt zo bizar veel mensen aanneemt, dan gaat dat gewoon ten koste van efficiëntie. En we zien nu toch dat steeds meer bedrijven zich focussen op winst. Niet alleen maar groei, maar juist ook op winst omdat het wat slechter gaat met de economie, omdat we misschien inderdaad een flinke recessie krijgen. En wat is één van de makkelijkste manieren om meer winst te maken? Dat is door je kosten te verlagen. En één van de makkelijkste manieren om je kosten te verlagen is door werknemers te ontslaan. En ik hoop eigenlijk ook dat Google werknemers gaat ontslaan. Google heeft ook echt bizar veel mensen aangenomen. Als we even kijken naar de laatste kwartaalcijfers van Google uh, in 2021. Uh, had Google 150.000 werknemers en in 2022, nu dus 186.779. Ze hebben dus 36.000 werknemers aangenomen in een jaar tijd. En ja, dat gaat gewoon echt ten koste van efficiëntie. Je kan niet zoveel mensen aannemen en dat die allemaal even efficiënt werken. Ja, zo werkt het gewoon niet. En zeker ook in het geval van Google, een gemiddelde engineer van Google, die krijgt zo'n 300.000 dollar per jaar betaald. Uh, ja, belachelijk veel geld. En ook als je gaat kijken naar hoeveel meer free cashflow Google heeft, ten opzichte van hoeveel werknemers ze hebben aangenomen, is dat gewoon niet een verhouding. Die werknemers zorgen er eigenlijk vooral voor dat die free cashflow niet optimaal groeit, bij Google bijvoorbeeld. Uh, kan ik veel dieper op ingaan. Uh, zal ik nu even niet doen. Uh, maar hoe dan ook, zijn er nu heel veel techbedrijven die werknemers uh, ontslaan. En hoe vervelend dat ook is voor die werknemers, ik denk dat het wel goed is voor winstgevendheid en ook voor dat soort techbedrijven over de lange termijn. Dat zijn even Google en Amazon. Laten we even doorgaan naar ASML. Ja, ASML doet het eigenlijk gewoon heel erg goed. Uh, de afgelopen paar weken, maanden netjes gestegen. Ondertussen weer 584,7 euro per aandeel. Uh, was ik aan het bijkopen rond de 450 ongeveer. Ook heel erg blij met nu natuurlijk dat die een stuk hoger staat. Dan hebben we Corsair. Uh, eigenlijk ook niet echt van plan om te kopen of te verkopen. Dan hebben we DraftKings. Ja, DraftKings had best wel wat negativiteit. Uh, omdat een aantal accounts waren gehackt. Was weer wat gezakt. Uh, ja, nu weer wat gestabiliseerd, lijkt het wel. Uh, dan hebben we Dropbox. Um, Dropbox kwam ook echt met hele goede kwartaalcijfers. Het grappige aan Dropbox is eigenlijk vooral dat ja, Dropbox. Rond die. Wat is het? Tussen de 20 en 25 dollar blijft schommelen. Echt al een ja, jaar tijd ongeveer. Uh, ik denk nog steeds echt wel een vrij laag gewaardeerd aandeel. Dat blijft groeien. Uh, met heel veel terugkerende klanten. Uh, met prima marges. En ga zo maar door. Uh, wil ik in principe gewoon zo vasthouden. Dan hebben we Fubo TV. Hele kleine positie. Ook een speculatief aandeel. Een van mijn meest speculatieve aandelen, denk ik zelf. Uh, vandaar ook een vrij kleine positie. En niet van plan om dat soort aandelen nu bij te kopen. Maar wil ik in principe nog wel vasthouden. Uh, afhankelijk van wat er natuurlijk gebeurt ook met andere aandelen. Bijvoorbeeld in Tesla. <laughs> uh, kom ik zo meteen nog even op terug. Dan hebben we Hims Hurs. Is vandaag weer gestegen. Doet het gewoon echt heel erg goed. Himsenheus blijft eigenlijk maar stijgen de afgelopen paar weken. Sinds ze die kwartaalcijfers bekend hebben gemaakt. Die echt wel heel erg goed waren. Vrij grote positie ook als je kijkt naar het type aandeel. Himsenheus is echt wel een groeiaandeel. Dat nog veel moet waarmaken. Dat nog niet heel winstgevend is. Uh, in dat opzicht 5500 euro is relatief veel. Maar ik heb echt veel vertrouwen in Himsenheus. Hebben gewoon echt hele mooie cijfers. Hoge marges. Groeien hard. Die doen het dan weer echt de afgelopen paar kwartalen. Iedere keer beter dan verwacht. Ten opzichte van bijvoorbeeld een tattoo Chef... die het echt al heel veel kwartalen alsmaar slechter, slechter, slechter doet. Himsenheurs doet het de afgelopen kwartalen iedere keer gewoon veel beter dan verwacht. Heel blij mee ook en wil ik gewoon vast blijven houden. De Honours Company, niet zoveel mee veranderd. ja een van mijn slechtste investeringen ooit. Een uh, Chinees groeiaandeel. En we weten allemaal wat Chinese groeiaandelen hebben gedaan. <laughs> zo ook Huya. Dan hebben we Intel, uh, vrij kleine positie. Wil ik eigenlijk ook waarschijnlijk binnenkort verkopen. Ook niet zo heel blij met wat Intel aan het doen is. Uh, dan hebben we Meta. Meta is een hele interessante op het moment. Speelt van alles rondom Meta. Meta was echt flink gezakt naar de volgens mij ongeveer 80 dollar. Um, ondertussen nou ja, 111 in ieder geval. En er is van alles gaande met, uh, met Meta. Meta had ook aangegeven dat ze 11.000 werknemers willen ontslaan. En dat is voor Meta wel heel veel. Dat is ongeveer 13% van hoeveel mensen bij Meta werken. Daar reageerde het aandeel heel erg goed op. Meta was toen met uh, ongeveer 10% gestegen in één dag toen het bekend werd gemaakt. Uh, en dat komt vooral ook omdat Meta bizar veel investeert in de Metaverse. Ze hebben al ja, zo goed als geen winst meer. Omdat ze zo belachelijk veel investeren. En nu laten ze toch zien dat ze wel een misgevendheid geven. Ja, en verder zijn er ook geruchten gegaan dat Mark Zuckerberg zou stoppen als CEO. En nou geeft Meta zelf aan dat dat niet het geval is. Ook een hele interessante. Want als dat zou gebeuren, ja, zou dat misschien goed kunnen zijn voor het aandeel op de korte termijn. Omdat Meta dan minder misschien zou investeren in de Metaverse. En dat zouden heel veel beleggers heel graag willen. Uh, ...anderzijds ja, blijft Mark natuurlijk de oprichter... ...heeft hij echt een visie met die metaverse voor de lange termijn... ...en ook een hele interessante visie als je, visie als je het mij vraagt... Uh, ...ja, blijft gewoon echt een heel erg interessant aandeel... ...en ja, persoonlijk vind ik gewoon zelf dat meta gewoon echt heel erg laag gewaardeerd is... ...en vanwege die lage waardering... ...ja, is het denk ik gewoon een hele interessante... ...met ook heel veel potentie voor de lange termijn... ...ja, als die metaverse goed uitpakt. Dat is meta, uh, wil ik in principe ook gewoon zo vasthouden... ...niet een al te grote positie, maar zeker ook geen kleine positie... Uh, Daar hebben we Microsoft een paar weken geleden voor het eerst ooit aandelen van gekocht. Uh, Microsoft was gedaald met ongeveer 35%. Staat nu ietsjes hoger dan ja, toen ik hem had gekocht. Uh, maar blijft gewoon echt een heel mooi bedrijf. Met niet een hele lage waardering. Maar als je het mij vraagt, ook terecht een redelijke waardering. Omdat ze gewoon waarschijnlijk jarenlang zullen blijven groeien. Uh, heel veel terugkerende klanten. Gewoon echt heel mooi gepositioneerd. Veel potentie met de cloud. Ja, en ga zo maar door. Ik heb het natuurlijk vaker over Microsoft gehad. Uh, Nokia wil ik in principe ook gewoon zo vasthouden. Uh, dan hebben we Nvidia. Doet het ook echt wel goed de afgelopen paar maanden. Uh, als we even kijken naar de grafiek van Nvidia. Uh, Nvidia was nou, hier in augustus ongeveer nou, bijna 200 dollar per aandeel. Was toen gezakt naar de naar bijna 100 dollar. Zeg even 110 dollar ongeveer per aandeel. En nu weer 162, dus in een ja, paar maanden tijd, uh, of eigenlijk niet eens, in, uh, wat is het, oktober, 14 oktober, nou in, ja, zeg even, anderhalve maand tijd, uh, met meer dan 50% gestegen, flinke stijging ook voor Nvidia. Uh, wil ik in principe ook echt vasthouden voor de lange termijn. Dan hier ook een groeiaandeel met wel zo zijn risico's, vandaar ook niet een hele grote positie, ongeveer 1500 euro. Wil ik het in principe ook belaten vanwege de risico's. Dan hebben we Salesforce. Een paar weken geleden ook voor het eerst ooit gekocht. Toen had ik eigenlijk Microsoft en Salesforce gekocht als twee nieuwe toevoegingen aan mijn portfolio. Uh, voor 141,1 gekocht, 10 stuks. En ik heb nu weer een positie klaarstaan om weer 10 stuks te kopen voor 141,1. Ja, hoe meer ik me eigenlijk verdiep in Salesforce, hoe meer vertrouwen ik krijg in Salesforce voor de lange termijn. Ik denk een heel mooi groeiaandeel met hoge marges, veel uh, potentie, groeihard. Het is zeker geen goedkoop aandeel. Heeft toch wel veel groei ingecalculeerd. Nog steeds. Ook al is Salesforce flink gedaald. Uh, maar voor de lange termijn denk ik zelf echt wel een heel interessant aandeel. Dan hebben we Tesla. Mijn grootste positie ondertussen heb ik de afgelopen paar maanden flink zitten bijkopen. Vandaag een plus van 6%. En dat is ergens mooi. Want het is een, ja, een grootste positie. Maar eigenlijk haal <laughs> ik daar wel een klein beetje van. Ik had een orde klaarstaan om hem voor 165,1 weer bij te kopen. Gisteren bijna geraakt ja, en vandaag dan flink in de plus. Um, ja, nogmaals, ergens wel leuk, want het is mijn grootste positie. Maar eigenlijk wil ik Tesla gewoon veruit mijn grootste positie maken. Want hoe meer Tesla zakt, ja, hoe interessanter ik hem zelf vind. Tesla is echt typisch zo'n aandeel um, dat het als aandeel en bedrijf heel erg goed doet. Blijft maar groeien, blijft maar uh, presteren en het aandeel is nu aan het zakken. En dan kan je misschien zeggen dat het aandeel te hoog gewaardeerd was. Uh, maar ik denk persoonlijk dat met de huidige waardering Tesla gewoon echt veel te laag gewaardeerd is. Kijk, Tesla zakt nu vanwege dingen die niks te maken hebben met Tesla. Tesla zakt nu vanwege negativiteit in de media. Tesla zakt nu vanwege de overname uh, van Twitter hè, van Elon Musk. Uh, Tesla zakt nu vanwege tweets uh, die Elon Musk maakt. Vanwege beleggers die denken dat Elon Musk geen tijd meer heeft voor uh, Tesla en al dat soort dingen. Allemaal dingen die eigenlijk niks te maken hebben met Tesla fundamenteel. Als je naar Tesla zelf kijkt, ja, blijft Tesla maar groeien, uh, blijft de Gigafactories maar uitbreiden. Heeft nog steeds de hoogste marges van zo'n beetje alle autofabrikanten. Um, is heel mooi gepositioneerd met solar, potentie, met zelfrijdende auto's, met de Tesla robot. Straks komen de semi en de cybertruck. En ga zo maar door, wil ik eigenlijk nog een apart filmpje over maken. Hoe dan ook, als je nu kijkt naar Tesla en de huidige waardering. Ja, denk ik zelf dat Tesla gewoon echt wel heel erg interessant is. En ik weet dat de meningen daar heel erg over verdeeld zijn. Maar dat is in ieder geval mijn mening. Misschien heb ik het mis, net als bijvoorbeeld met een Tattooed Chef. Is ook zeker niet uitgepakt zoals ik had gewild. En we zullen natuurlijk in de toekomst zien hoe Tesla gaat uitpakken. Maar waarom is Tesla vandaag met meer dan 6% gestegen? Dat komt door een city analyst die het aandeel heeft geüpgrade to neutral from sell. Ze vonden dus eerst het aandeel verkoopwaardig en nu vinden ze het neutraal. Nog steeds niet koopwaardig. Hij geeft het volgende aan. We believe the year-to-date pullback has balanced out the near-term risk-reward. Nou kijken analisten meestal naar de vrij korte termijn. Analisten kijken meestal ongeveer een jaar vooruit. En ik denk dat dat heel verkeerd is. Zeker bij een aandeel als Tesla... Ik denk zelf dat Tesla de komende 5 jaar, 10 jaar of langer echt bizar hard zal groeien. In ieder geval harder dan verwacht door analisten. Hij zegt ook het volgende: With the multiple contracting to 30 times, 2023 EPS. We feel that some of the prior baked-in expectations that we didn't agree with are out of the stock. Hij geeft eigenlijk aan dat bepaalde verwachtingen die ingeprijsd waren in Tesla nu niet meer ingeprijsd zijn. Omdat het aandeel flink is gedaald. En hij heeft het eigenlijk over een forward PE van 30 voor Tesla. Een forward PE van 30%. 30. Een PI e. voor 2023 van 30 is, als je het mij vraagt, gewoon echt veel te laag voor Tesla. Tesla groeit echt bizar hard, heeft nog heel veel potentie, uh, groeit harder dan eigenlijk alle andere bedrijven die ook maar in de buurt komen van de grootte van Tesla. Groeit veel harder dan alle andere big tech bedrijven qua omzet. Uh, groeit harder dan een Apple, dan een Amazon, dan een Google en ja, meta, ga zo maar door. En dan hebben we het nog over omzet. Als we naar EPS kijken, naar winst, ja, groeit Tesla nog veel harder. Echt bizar veel harder. En ze zijn nog maar net begonnen. Ze hebben gewoon de hoogste marges van alle autofabrikanten. En dan heb ik het nog niet over andere dingen waar ze mee bezig zijn. En dan een het PI /E van 30. Als je het mij vraagt is Tesla gewoon te laag gewaardeerd. Zijn ze nog steeds heel mooi gepositioneerd. Hebben heel veel dingen uh, nu die echt heel goed zijn voor Tesla. Maar het aandeel is aan het zakken. Omdat er heel veel negativiteit is. Dat niks te maken heeft met het aandeel. Waardoor ik dus zelf ook Tesla aan het kopen ben. Ik heb heel veel vertrouwen in Tesla op dit moment. En hoe lager Tesla gaat... Hoe meer ik Tesla ga kopen. En mijn plan is eigenlijk om, net als met Chef en met een inmode, mijn geld van bepaalde aandelen in Tesla te stoppen als Tesla gaat zakken. Als Tesla gaat stijgen, nou, zo ja, so bier dan hou ik mijn positie gewoon zo aan. Uh, ik wil hem niet hoger kopen dan waar ik hem nu al voor heb gekocht. Uh, ik wil hem in principe voor 165,1 of lager hebben. Dus als die gaat zakken, nou prima. Dan ga ik mijn positie uitbreiden. En als die gaat stijgen. In principe ook prima, want het is al mijn grootste positie. Maar ik zou het helemaal niet erg vinden om Tesla veruit mijn grootste positie te maken. Maar goed, genoeg over Tesla. Dan hebben we Voyager. Nou, al vaker behandeld. Uh, ja, ook een van mijn slechtste investeringen ooit. Is zo goed als niks meer van over. Dan hebben we Walgreens. Uh, die doet ze de afgelopen paar weken echt goed. Een plukje dus zelfs van verkocht. Maar nog steeds een grote positie. Meer dan 6000 euro in Walgreens. Mooi dividend aandeel, denk ik zelf. Dan Warner Bros Discovery. Nog steeds een grote positie. 5400 euro. Omdat ik ze vooral heb zitten bijkopen. Want ik sta flink in de min met ze. Min 3700 euro. Maar nog steeds veel vertrouwen in. Ze hebben heel veel schulden, maar ook veel free cashflow. En als het lukt om die schulden af te betalen met hun free cashflow. En als ze dan nog steeds veel free cashflow hebben, zoals nu, ook. Dan is het denk ik echt een heel erg laag gewaardeerd aandeel met veel potentie. Dus dat is even mijn portfolio. Dus is nog steeds een min van ja, ongeveer 1000 euro. In ieder geval geen min van 5000 euro meer. Maar als de beurs weer gaat zakken, weet ik dat mijn portfolio ook flink zal dalen. En het zou zomaar kunnen dat ik binnenkort weer 5000 euro in de min sta. En als dat gebeurt, ja, vind ik dat helemaal prima. Want dan wil ik nog steeds bepaalde aandelen kopen, zoals bijvoorbeeld een Tesla, zoals bijvoorbeeld in Salesforce of andere aandelen die ik net heb uh, besproken. Uh, en ik wil echt een portfolio hebben voor de lange termijn. Op de korte termijn kan er van alles gebeuren. We kunnen zomaar nog 10% zakken, misschien zelfs meer. Uh, maar ik wil echt een portfolio hebben dat het echt heel erg goed gaat doen als we weer omhoog gaan. Want ik verwacht dat we vroeg of laat omhoog gaan. Of dat over een maand is, of zes maanden of een jaar. Geen idee. Maar ik wil een portfolio hebben met Vooral veel groeiaandelen voor de lange termijn. En ik wil over 5 jaar of tien jaar heel veel rendement hebben. En zo wil ik mijn portfolio positioneren. En ja, ik denk dat ik zo'n soort portfolio heb. Maar of dat zo is, zullen we natuurlijk over de lange termijn weten. En dan ben ik natuurlijk weer, je raadt het al, dat het een leuk en interessant filmpje was. Klik nog op like voor me, zou ik echt waarderen. Ja, elke keer verwacht ik ook dat ik er vrij snel doorheen ga. Maar elke keer was het ook een vrij lang filmpje. Ik blijf me lullen. En ik hoop ook dat jullie dat waarderen. Ik hoop ook dat jullie waarderen dat ik er zo open over ben, over mijn gedachten, over wat ik koop, verkoop, al dat soort dingen. En vergeet ook niet, het is allemaal zeker geen uh, financieel advies, want ik weet ook niet alles. Kijk naar een chef is ook zeker niet goed uitgepakt en bepaal ik toch echt wel van chef. Ik had veel meer van zijn verwacht, maar goed, hoort er wel bij. Hopelijk zullen andere aandelen het heel goed doen waar ik veel vertrouwen in heb, zoals een Tesla, een Amazon, een Google, ga zo maar door. Maar goed, we zullen zien, zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer weer en later!